Al meer dan 30 jaar maakt Hans Meekenkamp elke vrijdagavond van 7 tot 8 bij AFM het radioprogramma waarbij het Eurovisie Songfestival de hoofdrol speelt. De spanning loopt tegen de festivaluitzendingen hoog op, maar dit jaar is er nog een reden extra. Slaapt Hans nog wel rustig? Nou, het is wel heel spannend aan het worden hoor. Ja. Wat is heel spannend aan het worden? Nou, het programma Een Beetje Tijd voor Songfestival. Dat is een wekelijks programma over het Eurovisie Songfestival. Is genomineerd voor een zeer prestigieuze prijs. Van de stichting Eurovision Artist. En deze prijs is in het leven geroepen om mensen die het Songfestival op een positieve manier, bijzondere manier naar voren brengen. Het programma doet dat al jaren. Ik ben 30 jaar geleden al begonnen. Toen heette het nog De Pop aan het Dansen. Maar sinds 2 jaar doe ik het samen met vrienden en daarom hebben we de naam ook aangepast. En we stonden op een longlist en heel verrassend zijn we bij de laatste 3 gekomen. Ja. Nou, heel verdiend toch? Vinden wij wel. Ja, nou ja, Aram Bade van RTL Boulevard staat er ook op. Ik denk dat hij gaat winnen omdat hij een veel groter bereik heeft. Nou, maar daar kunnen wij toch wat aan doen in Almelo? Ja, natuurlijk. Hoe kunnen we er wat aan doen dan? Ga naar de website www.eurovisionartists, dus artiesten in het Engels.nl. En dan kun je stemmen op de EA Award. Wij doen het al 32 jaar. En ik denk dat we haast wel een oeuvreprijs hebben verdiend.